Nou, goedemorgen. Ik ga weer een keertje even water zoeken. De hele tijd terug. Dus ik heb er eigenlijk best wel weer zin in. Het regent. Maar ja, ik word toch nat. Dus ik ga even lekker kijken. En ik zie je zo in het water. De vondst, ik denk dat het een stukje is van een haarklipje of zo. Ik weet het niet zeker. Een kettinkie. Ik weet niet of het zilver is, maar... Het is inderdaad een zilver armbandje. Erg leuk om te vinden. Een aluminium dingetje om je broodzakje mee dicht te maken. Hebben we er weer een. De zogenaamde weggooivever. Geeft ijzer aan. Dus ik denk zelf een dop. Dop. €1. €0.50. Net een oogvondsje. Ik weet alleen niet of hij echt is. Ziet er niet heel echt uit. Maar goed, thuis even goed checken. Het is er al uit. Knoopje. €39, maar wat dieper lijkt het. €0.20. Ik zie een muntje. €0.50.
Holy shit. Denk zilver. Yes. Ja. Een zilver armband. Cool. Heel gaaf. €1. Nou, dat ligt vlak aan de oppervlakte, denk ik. Ah, wat anders dan een kracht. Zo maar in een soort douchemuntje of zo. Voor de wasmachine. Ik weet niet of 45 en 47 naar 41. €0.20. Nou, ik ben nou een waar ben ik bezig? 6 of 7, 8 of 9, 4 uur. Ja, 4 uurtjes gelopen. En, ik ga zo meteen nog even een stukje nat doen. Maar ik ga even. Ik denk later vast even de vondsten zien. Nou, eens even kijken wat ik gevonden heb. Nou, de vondsten. Dit zijn alle. Dit zijn alle troepjes, zeg maar. Dus de doppen en de lipjes. En de goede vondsten aansteken. Twee brillen, gewone brillen en een zonnebril. Een euro geld, ongeveer 4,30 €. Dan heb ik natuurlijk nog een soort van douchemuntje gevonden, die op het hoekje ligt. En een oorbelletje, kan nog helaas geen merkjes vinden, dus helaas een prularia. En dan natuurlijk de vondst van de dag, een heel mooi zilver armbandje. Ziet er nog super mooi uit. Is waarschijnlijk ook nog niet heel lang geleden verloren. Alle merkjes staan erin. Hij is niet gebroken. Het slotje staat een klein beetje open. Dus ik denk dat, daar, dat hij daar losgeschoten is en zo verloren is. Nou, vond je dit nou een leuke video? Geef dan vooral even een likeje. En vergeet niet te subscriben op dit kanaal. Want dat helpt dit kanaal enorm. En laten we samen groeien. Tot de volgende video!